een beetje waarschuwen. Het oordeel over deze auto gaat redelijk positief zijn. En ik zal het even klappen waarom. Dit is gewoon, dit komt heel dichtbij wat ik, ja, zeg maar, zou kopen als ik morgen de staatsloterij win. Of als jullie allemaal autoblog abonnee worden en Wouter daarom besluit mij een hele dikke kerstbonus te geven. Ja, dan zou er een 911 van ongeveer deze leeftijd op mijn oprit komen. Waar die dat ik geen oprit heb, maar dan maar in de gehuurde garagebox. Ook goed. Ik ben onderweg in een modeljaar 1972 Porsche 911 Targa. En ja, de kenners onder jullie die weten al wat er aan de hand is met deze auto. Precies. Deze auto heeft het befaamde olieklepje. En dat olieklepje, dat is een verhaal op zich. Het verhaal gaat dat Porsche gewoon de plek van het klepje handig vond en dacht van nou, hè, daar kan je olie bij vullen. En dat is allemaal hartstikke logisch, want ja, bij onze auto's dan heb je links voor de tankdop zitten. Dus mensen tanken daar en ze gaan heus geen benzine in de olie gooien. Vervolgens kreeg Porsche klachten van mensen die een verkeerplek getankt hadden en benzine in hun olie hadden gegooid. Wat er precies wel niet van waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval heeft Porsche meteen weer besloten van oké, jongens, laten we dat klepje er maar weer afslopen. En dus is er maar één modeljaar met het olieklepje geleverd. En daardoor is het olieklepje, zo wordt die ook gewoon echt genoemd door de liefhebbers, is eigenlijk de meest gewilde Porsche 911, oude Porsche 911, naast de 2.7 Carrera RS die ja, helemaal niet te betalen zijn. Dit is zeg maar het eerstvolgende echt gewilde model. Wij hebben de Targa bij ons. Die naam komt van de Targa Florio. En ja, jullie weten ongetwijfeld wat dat inhoudt. Natuurlijk de beruchte race op Sicilië. Porsche deed daar graag aan mee, behaalde daar ook succes en vond het passend om deze auto daarom naar die race te vernoemen. Opsa. Ja, en Targa, nou ja, goed, dat houdt in. Het is niet echt een cabrio, maar je kan dan het dakpaneel zoals wij nu hebben eruit halen. Zodat je ja, je haren wat meer frisse lucht kan geven en misschien dat ze dan nog een keertje teruggroeien. De 911 van deze generatie, die was er te krijgen in drie types. De 911T, die had 130 pk. De 911E, die had 165 pk. En de versie die wij bij ons hebben, de 911S, dat is ook weer de meest gewilde uiteraard, die had 190 pk. En ja, ging daarmee de strijd aan destijds. Bijvoorbeeld met de Ferrari Dino. Dan wil ik niet zeggen dat de Ferrari Dino dat keihard verloren heeft. Maar feit is wel dat er een stuk meer 911 zijn verkocht dan Ferrari Dino's. Dus gewonnen hebben ze zeker niet in Italië. Wat leuk is in deze auto? Die 911S. Sorry Martijn. Ik hoop dat je de camera stil kan houden. Die auto had 190 pk en die ging dus gewoon in 7 seconden naar de 100. En stuurt ook gewoon super lekker. Een beetje echt de klassieke Porsche balans, zeg maar. Hè? Dus veel gewicht op de achterwiel, dus je neusje wordt licht als je van harde de bocht uitgaat. Maar als je daar een beetje mee leert werken, dan is het wel echt een heel leuk spelletje om een beetje op de limiet te gaan rijden. Wat je ook merkt, is dat de buitenmaten van deze auto's zijn echt heel erg klein. Als je een huidige 911 naast deze zet, nou, dan weet je niet wat je ziet. Dat is echt gewoon, zeg maar, SUV versus Mini. Dat is echt heel bizar. Verder is het vooral opvallend. Oh. Zo. Wilde ik zeggen, is het vooral opvallend dat deze auto nog echt lekker van zijn plek gaat en dat hij zo heerlijk klinkt. Ik echt, er gaat voor mij niks boven dat heerlijke zescilinder metaal raspende. Ah, heerlijk. Het is een mannenauto. Ik hou ervan. Exemplaar dat wij bij ons hebben. Uiteraard geleend bij GNR Classics. En wel een verhaal apart. De eigenaar van GNR Classics is ook liefhebber van dit type 911. En ja, had op een gegeven moment deze auto gekocht en dacht ja, ik wil hem gewoon helemaal super hebben. Dus de opdracht was eigenlijk, maak hem beter dan nieuw. Nou ja, ik kan niet anders zeggen dat dat gelukt is. Auto is helemaal standaard uitgevoerd. Ja, en een belangrijke is, het stuur waar we mee sturen, dat doen we vaker met sturen. Maar dit stuur, dat is niet origineel voor deze auto. Maar dat heeft ermee te maken dat, net zoals ik, de eigenaar wat langer is. En dat je dan al niet heel erg makkelijk zit in deze auto, omdat het best wel krap is voorin. En het Carrera RS stuurtje wat hierin zit, dat komt wel uit dezelfde tijd. Alleen
is net even iets compacter en daardoor kan je wat makkelijker met je benen erbij zitten. Heerlijk. Ik ben echt wel een beetje verliefd op deze auto en ik durf ook gewoon gerust te zeggen dat, stel dat ik de kerstbonus krijg, Wouter, doe mij de kerstbonus, dan durf ik wel te zeggen dat het enige dilemma wat ik ga hebben is dat ik deze auto zou willen, dus de Targa, dat ik coupé zou willen, die ik stiekem iets mooier vind, maar waarbij je dan niet de lol hebt dat je over kan rijden. Het zijn first world problems, zullen we maar zeggen. Maar gaaf is het wel. Als je dit exemplaar wil hebben, prachtig bloedoranje tangerine uitgevoerde 911S, dan kan je terecht bij Gina Classics. Moet je 159.000 euro meenemen. Ja, dan koop je mijn droomauto. Als je me dan even een keertje belt, als ik me even rijden, leuk. He? Neem maar mee naar huis, zorg er de komende paar jaar voor. Als je hem daarna weer terugbrengt, is prima. Graag. Ja.